generals, representatives of the participating countries, ladies and gentlemen, comrades, a very warm welcome to you all here at Camp Herbizol. Jullie zijn net getuige geweest van de openingsceremonie van Kamp Heumersoord, waarbij we de vlaggen ophijsen van alle inwoners van Heumersoord, alle nationaliteiten. Dus we zijn begonnen. En al die vlaggen hijsen naast elkaar tegelijkertijd laat zien onze verbondenheid, de verbroedering die we gezamenlijk hebben van alle nationaliteiten die we hier op Heumersoord hebben.